Gemeente, sinds de mens is ontstaan, dat is dus zo ongeveer 200.000 jaar geleden, vereerde hij de zon als een godheid en de maan, de regen, de donder als niet veel mindere goden. Goden van wie de mens zich volstrekt afhankelijk wist en die beslisten over leven en dood. Tot zo ongeveer 300.000 jaar geleden, ik zeg het fout, 3000 jaar geleden, dan breekt het volk Israël, vermoedelijk als eerste volk in de wereld, geleidelijk aan met deze goden. Ze kunnen die voortaan alleen nog zien als schepselen van een nog hogere, onzichtbare grootheid die zij nog geheel in de geest van die tijd God bleven noemen. Dat is natuurlijk een enorme stap geweest in de geschiedenis van de menselijke geest. Maar er vindt tegelijk een zo mogelijk nog grotere revolutie plaats. Zij stelden zich deze God voor als een menselijke figuur. En dat vermoedelijk omdat in dit volk de dringende behoefte leefde aan een leidsman die hun de weg in het aardse bestaan zou wijzen en hen kon bemoedigen en steunen. De ontwikkeling in die vormgeving hing ongetwijfeld samen met de eigen geschiedenis van dit volk, dat als elk volk steeds opnieuw moest leren wat wijs is en niet wijs, goed en niet goed, wat recht is en wat onrecht, en die met vallen en opstaan, eenmaal verworven inzichten, worden dan door de dichters en profeten van Israël verwerkt tot verhalen over een wijze vaderlijke God die zijn profeten de woorden in de mond legt die zij tot het volk moesten spreken. Die zelfs een keer afdaalt om op een berg aan hun leidsman Mozes persoonlijk een aantal levensregels voor zijn volk mee te geven, die deze God, zegt het verhaal, met zijn vinger op twee vlakke stenen had gegrift. Vingerwijzingen van boven dus, zou je kunnen zeggen. Voor eeuwig geëtst in de rots. Rotsvast dus. Onvergankelijk. 10 in getal. Een kind kan ze op zijn vingers natellen. Nu is de Bijbel tegen veel bestand, zei ooit Gerard Reve, maar niet dat wij zulke verhalen letterlijk gaan nemen. Dan worden ze ongeloofwaardig. Dan doen we ze tekort. En onszelf ook. En dan wordt de figuur van die God uit die verhalen voor ons moderne mensen meteen ook een vraag. Nu werd dat algemene en neutrale woord God ook door het volk Israël zelf beschouwd als een onvoldoende weergave van het wezen van hun God. Dat vertelt dat diepzinnige verhaal hoe Mozes een stem hoort die hem oproept met zijn volk het steeds onderdrukkender slavenbestaan in Egypte te ontvluchten. Maar Mozes voorziet dat hij zijn volk daarvoor zomaar niet meekrijgt. En dan zegt hij, ja, ze zullen me vragen, wat is dat voor God die jou dat heeft ingegeven? Hoe is zijn naam? En wat moet ik dan zeggen? En dan zegt de stem, ik zal er zijn, zoals ik er zijn zal. Zeg maar tegen ze, ik zal er zijn, heeft mij gestuurd. Alsof die stem zeggen wil, vertrouw maar op mij, Mozes. Ga maar op weg, ik ben met jullie. Heel menselijk. En met die boodschap krijgt Mozes zijn volk tenslotte mee. U weet misschien wel, gemeente, dat die Hebreeuwse naam, Yahweh, zal een Jood nooit uitspreken. Uit eerbied omzeilt hij die heilige naam en zegt in plaats daarvan Adonai, ofwel in onze taal de Heer. Maar er staat eigenlijk, ik zal er zijn.
En onze Bijbelvertalingen hebben dit Joodse gebruik ook gevolgd. Het klinkt straks in de kantaten als een juichkreet. Der Herr is God. Der Herr is God. Die ene die er zijn zal. Die bevrijdende God. Die is onze God en geen ander. Die stem die Mozes opriep zijn volk uit de Egyptische tirannie te bevrijden, was natuurlijk een stem binnen in hem. Een stem waar hij wel niet aan wilde, maar die hem niet met rust liet. Tot hij zich eindelijk gewonnen gaf. En wat een immense invloed is er in de afgelopen eeuwen niet van die stem uitgegaan. Die stem is voor miljoenen mensen in de wereld een stem geworden buiten hen, maar die heeft hen geraakt. Die stem heeft mannen en vrouwen uit Afrika ooit in immense scheepsladingen als slaven uit hun geboorteland weggevoerd, de wereld over, op den duur de moed gegeven om in het hun vreemde land in opstand te komen tegen hun blanke meesters en zich overal, volk voor volk, te bevrijden uit hun onderliggende positie. En in hun liederen klonk opnieuw diezelfde stem door als Mozes gehoord had. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell all pharaohs, zeg tegen al die farao's, let my people go. Laat mijn volk gaan, want deze zwarte nazaten kenden de verhalen. Ze kenden het evangelie van de bevrijding. Dat hadden we ze nota bene zelf gebracht. De Europeanen, zei destijds de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu, de Europeanen namen ons het land af, maar gaven ons de Bijbel. En zei hij, dat was een goede deal, want daarmee kregen we het meest subversieve revolutionaire wapen in handen dat er maar bestaat. De stem die Mozes riep zijn volk uit Egypte te bevrijden, wordt in de geest van die tijd door het verhaal verbeeld als afkomstig van een God buiten hemzelf. Maar we moeten niet verbaasd zijn als onze kinderen en kleinkinderen ons daarin niet meer kunnen volgen. En dat zou wel eens een van de redenen kunnen zijn dat kerkbanken die eenmaal leeg zijn geraakt niet meer gevuld raken. De meesten zeggen eenvoudig, zo'n God bestaat niet. En ik denk dat ze daar in bepaald opzicht gelijk in hebben. Al ligt dat woordje God hen overigens wel in de mond bestorven. Oh my God, je hoort het dagelijks. Of denk aan die student die gevraagd of hij in God geloofde, zei nee, ik ben atheïst, godzijdank. Wij mensen van nu, en niet alleen de jongeren, zijn van een andere tijd en van een andere cultuur dan die van het oude Israël. Maar misschien mogen we het woordje God naar onze tijd toe vertalen, hoe gebrekkig ook, maar toch als eeuwige beginselen van recht en menselijkheid. Die daarmee tegelijk een aanhoudend appel inhouden op de mens tot verzet. Daar waar deze beginselen worden geschonden. Verbonden met een diep vertrouwen dat de strijd van mensen tegen leugen en onrecht loont. Dat het licht het telkens opnieuw weer wint van de duisternis. Een aanhoudend appel tenslotte tot zorg voor onze medemens die lijden moet onder honger of onverklaarbare ziekten of onderdrukking. Die mens naast ons, die, zo leerde Mozes, is als wij zelf. Ik vermoed dat wij allemaal, gelovigen en niet-gelovigen, al lijkt die grens mij steeds
smaller te worden in die eeuwige beginselen diezelfde stem herkennen als die Mozes in zijn hart vernam. Het is de stem die ons niet met rust laat, omdat de schrik ons bijvoorbeeld om het hart slaat als we zien hoe er in deze jaren duizenden en duizenden mannen, vrouwen en kinderen op de vlucht zijn. Op de vlucht, omdat hun leven onder de farao's van deze wereld niet meer te harden is. En die daarom een beroep doen op onze gastvrijheid. Het besef dat er buiten deze wereld en buiten de mens een eigen zelfstandig denkende en handelende werkelijkheid zou bestaan, die wij God noemen, is veel mensen, ook binnen de kerk, menig predikant en theoloog inkluis, vreemd geworden. Maar gemeente, als in de Bijbel het woord God klinkt of de Heer, dan gaat het wel degelijk om wat voor ontelbare mensen de eeuwen door een werkelijkheid is geworden. Een geestelijke werkelijkheid. Een levensopdracht. Als het gaat om de God van Mozes, de schaapherder, en van Jezus, de timmerman, dan hebben we het over een geestelijke kracht binnen henzelf die deze twee mensen ervoeren als een werkelijkheid buiten henzelf. Die hen uittilde boven hun eigen twijfel en moedeloosheid. Voor Mozes ging het erom zijn volk te bevrijden uit de tirannie van Egypte. En voor Jezus ging het erom zijn volk te bevrijden uit de verstarde vorm van de geloofspraktijk van die dag. En beide werden in hun leven gevoed door hun geloof in die ene vaderlijke God die zij ervoeren als een levende kracht, die zij vertrouwden en die hun de moed gaf om tegen alle weerstanden in de stem van hun hart te blijven volgen die zij hadden gehoord. Voor ons, die navolgers van Mozes en Jezus proberen te zijn, gaat het om een kracht binnen u en mij, om in de geest van Mozes en Jezus boven onszelf uit te stijgen en ons leven te geven aan meer dan louter ons eigen bestaan. Maar die geestelijke kracht is uiteraard niet het exclusieve eigendom van Joden of christenen. Maar hoe doen we dat? Boven onszelf uitstijgen. Johannes de Evangelist omschrijft deze God met het woord liefde. Maar deze God, deze liefde, kan niet spreken. Evenmin als het recht dat kan. Alleen de mens, maar ook al echt alleen de mens, kan deze liefde, de vrede, de gerechtigheid een stem geven. En dat hebben Israëls profeten gedaan. Tot en met die ene, zegt Johannes, ik zeg het nu maar met mijn eigen woorden, wat wij straks lazen, die ene, die man van Nazareth, die deze liefde, deze geest als geen ander heeft belichaamd. Alleen als wij met hem het deze God nazeggen, tegenover wie ons op een bepaald moment nodig heeft, vertrouw maar op mij, ik zal er zijn, dan zijn wij, zoals de Bijbel de mens noemt, beeld en gelijkenis van God. Dan zijn wij mens. Dan lijkt ons leven ergens naar. Dat is wat ouders zeggen tegen hun kind. Ik zal er zijn. En dat zal een kind zeggen tegen zijn of haar vader of moeder, als die behoeftig zijn geworden en oud. Ik zal er zijn. Hoe vaak zien wij ook niet hoe buren of flatbewoners inspringen voor elkaar in geval van ziekte en nood. Wat doen zij anders dan er voor elkaar zijn?
En of wij ons dat nu bewust zijn of niet, gemeente, daarmee, en dat zo aardig, zo geestig, daarmee spellen wij mensen de geheime naam van God. Het geheim van het leven zelf. Dat dit niet altijd even makkelijk is, gemeente, dat weet ieder van ons. Maar dat zijn momenten waarop een mens soms boven zichzelf uitstijgt. En nu gaan we zometeen verder luisteren naar de kantaten. De tekst daarvan is een en al loflied op deze God. U weet, deze kantaten zijn allemaal geschreven in een tijd dat men God zag als een autonome, buiten de mens bestaande grootheid. Een God, zo klonk het in het openingskoor, die ons met troost vervult en alle verdriet stilt. Maar gemeente, een ander troosten en echt iemand ruimte geven in zijn of haar verdriet, dat kan alleen de ene mens tegenover de ander. Maar mag ik dan voorstellen dat u bij dat woordje God, het klinkt in de kantaten maar liefst 20 keer, dat u dan daarbij denkt aan Gods eigenlijke, meest wezenlijke naam, ik zal er zijn. Dan krijgt heel die lofzang een ander karakter. Dan kunnen wij niet achterblijven. Dan zullen wij er ook voor elkaar zijn. Dan zien wij om naar wie om ons heen of in de wereld ons nodig heeft. Immers, God heeft, zo zei de Duits-Amerikaanse theologe Dorothee Sölle het ooit, God heeft geen andere handen dan de onze. Gemeente, wij moeten eindigen. Maar dat doen wij ditmaal op een andere manier dan gewoonlijk. Want deze dag heeft iets bijzonders. U weet dat het residentie Bachkoor, dat in afwisseling met het residentie Kamerkoor voorgaat in de maandelijkse kantaten, al 150 jaar bestaat. Zoals het residentie Kamerkoor al niet minder dan 45 jaar. U begrijpt, dat hebben deze beide koren inmiddels met verve gevierd. Maar vandaag zijn oud-leden van het Bachkoor onze gast, die uit het hele land en zelfs het buitenland hierheen zijn gekomen om deze dienst mee te maken en na afloop daarvan elkaar te ontmoeten. En dat alles vanwege de onsterfelijke muziek van die begenadigde man Bach, van wie de beroemde theoloog Karl Barth ooit zei dat dienstmuziek ook de favoriete muziek van de engelen was. Behalve in hun vrije tijd, dan kozen zij voor Mozart. Naar deze zangers van vroeger en van nu en hun dirigent gaat vandaag onze grote dank uit. Bijzonder is dat toen u, lieve oud-leden, destijds voor Gerard Akkerhuis of Jos Vermunt hebt voorgezongen, ik noem beide namen vanuit onze diepe dankbaarheid, zullen zij u niet naar uw geloof hebben gevraagd, alleen uw stem hebben willen horen. Maar u zult al die keren dat u hier gezongen hebt of gespeeld, af en toe toch ook die andere stem hebben gehoord. Die stem die Mozes in zijn leven hoorde. En de man van Nazareth. En van die stem zong en speelde u dan. En het kan niet anders dan dat u dan soms hebt gezongen boven uw eigen geloof en twijfel uit. Maar u was er voor ons. U bemoedigde ons. Tilde ons op. Gaf ons kracht en energie om dat prachtige en soms zo weerbarstige leven weer op ons te nemen. Het heeft daarom iets ontroerends, en dit tot slot. Als er ergens in de Bijbel staat dat God zelf een lied voor zijn volk heeft gemaakt om dat te zingen.
Want dacht God, zo staat het in het verhaal, als ze dit lied goed in hun geheugen en hart prenten, zal dat hen ervan weerhouden om verkeerde wegen in te slaan en andere goden na te lopen. Het gaat met andere woorden om een lied van geloof, van hoop, van vertrouwen tegen onze eigen verleidingen en zorgen en angsten in. Met andere woorden, gemeente, wij hoeven het lied niet te dragen. Het lied, de muziek, draagt, als het goed is, ons. Het tilt ons op en geeft ons nieuwe moed. En mogen dat nog lang in deze kerk zo zijn. Amen.